Bij de eerste opgaven die Rudolf Steiner gaf, hoorde ook het leren schrijven met de voeten. Met een pen of een krijtje tussen de tenen moet men leesbaar in spiegelschrift schrijven. Deze oefening werd door Rudolf Steiner gegeven om een correcte en gedifferentieerde relatie met de aarde en fijne, intieme voetbewegingen te krijgen. Word lid op Patreon. Daar vindt u een veelzijdige eurythmiecursus met diepgaande video's, downloads en foto's.